Een medaille voor Bobo. Lees je mee? Mama heeft nieuwe schoenen gekocht. Niet voor zichzelf, maar voor Bobo. Het zijn echte sportschoenen. Bobo is er dolblij mee. Ze zijn rood en Bobo kan er goed mee rennen. Dat komt goed uit, want vandaag is er een sportdag op school. De juf heeft een heleboel spelletjes klaargezet. Buiten op het plein en binnen in de gymzaal. Bobo kan niet wachten tot hij mag beginnen. De juf blaast op haar fluitje. De sportdag begint. Bobo en Tjerk gaan eerst naar de gymzaal. Ze gooien met ballen, springen door hoepels en balanceren over een touw. Het gaat heel goed. Bobo en Tjerk verdienen allebei 10 punten. De juf noteert die punten in haar schrift. Bobo is apetrots. Dit zijn mijn geluksschoenen, zegt hij. Dan klinkt het fluitje van de juf weer. Het is pauze. We picknicken op de speelplaats, zegt de juf. Bobo pakt zijn rugzak. Daar heeft mama zijn boterhammen in gedaan. Bobo ploft neer in het gras. De zon schijnt lekker warm. Tjerk gaat naast Bobo zitten. De jongens eten allebei wel 5 boterhammen. Van sporten word je hongerig. Na de pauze doet Bobo de spelletjes op het plein. Bobo schiet de bal wel 5 keer in de goal. En hij springt het schoolplein rond in een zak. Weer verdient Bobo een heleboel punten. Aan het eind van de middag krijgen alle kinderen een mooie medaille van de juf. Bobo hangt zijn medaille meteen om. Dan fietst hij vrolijk naar huis. Wat een fijne dag was het! En dat allemaal dankzij zijn nieuwe schoenen. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het meelezen en tot de volgende keer. Dag!